Wel, ik denk dat bijna een ethische en filosofische kwestie is. Dat is dat eigenlijk mensen in ontwikkeling eigenlijk een soort recht op stabiliteit, een soort recht op... We spreken al eens over woonzekerheid, werkzekerheid, rechtszekerheid, maar eigenlijk ook een jeugdzekerheid. Daar zou ik willen voor pleiten, dat je eigenlijk je ontwikkeling als kind, jongere, als mens, toch niet te veel aan externe factoren moet denken en eigenlijk bijna een overlevingsstrategie uitbouwen om gewoon je persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen. En daar denk ik dat we kost voor kost maatregelen moeten nemen om kinderen en jongeren ook, want we denken vooral aan kleinere kinderen, maar ook jongeren, opgroeiende jongeren, om die uit moeilijke situaties te krijgen. En dan is het natuurlijk niet enkel voldoende om te wijzen naar de met de vinger naar de ouders of naar... Maar ook de overheid, denk ik, heeft daar in belang van het kind, in belang van kinderen, een heel belangrijke taak om daar waar er noodsituaties zich voordoen, om die op te vangen. En de nodige structuren en voorzieningen daarvoor op te zetten. Wel, dat grondrecht op wonen... Dus haakjes, we hebben verschillende grondrechten in onze grondwet staan. Hè. En dan denken we, het is in orde, hè. We zijn er. Maar dan begint het pas, want je moet die grondrechten ook gaan invullen en die waarmaken. En heel vaak denken wij te veel in termen van, we gaan proberen dat grondrecht te realiseren. Hè. Bijvoorbeeld, ik geef een heel concreet voorbeeld, als een gezin wordt uitgezet met kinderen, bijvoorbeeld, hè, is er vaak in de wetteksten een verplichting om te herhuisvesten. En dat men eigenlijk moet gaan zoeken naar een andere woning. Ah ja, ze staan op straat. Wel, die verplichting is eigenlijk geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting. Dus je moet proberen iets te zoeken. En zeker wanneer kinderen en jongeren erbij betrokken zijn, vinden we eigenlijk, ook samen met de Vlaamse Woonraad, waar ik actief in ben, dat een resultaat zou moeten zijn. Dus de overheid of de lokale actor of de sociale huisvestingsmaatschappij of wie dan ook verantwoordelijkheid heeft, moet ervoor zorgen dat dat effectief opgevangen wordt, dat gebrek aan wonen. En dan pas kunnen we echt spreken over een grondrecht op wonen. Natuurlijk, dat betekent niet dat je, als je dakloos bent, ergens kunt gaan aanbellen en zeggen, ik heb een recht op wonen, geef mij uw woonst. Maar wel dat men ook hier alles doet om dat zoveel mogelijk te benaderen en te realiseren.